Dames, 200 meter vrije slag. The women's 200 meter freestyle. Second semifinal. Tweede halve finale dus van de 200 meter vrije slag. Met in baan 1, lane 1 van de stadgemeenschap Essen, Lisa Hupping. Baan 2 voor AMTV FTV Hamburg, Paulina Schmiedel. Baan 3 voor het NTC Drachten en DZMPC Marit Steenbergen. Op baan 4 namens Montpellier in Frankrijk, maar natuurlijk volbloed Nederlandse Femke Heemskerk. Op baan 5 voor het NTC Amsterdam en de Dolfijn. Esmee Vermeulen. Op 6 voor PSV en het NTC Eindhoven, Maud van der Meer. 7 voor het RTC Eindhoven en Aquamicos, Laura van Engelen. En op 6 voor Trivia en het RTC Drachten, Marike Tienstra. Take your marks. En zo sluiten we deze avond het zwemmen in ieder geval af met een 200 meter vrije slag halve finale. We hebben gisteren die 4x200 meter vrije slag estafette, die limietpoging gezien. Ja, bijzondere tijden voor Femke Heemskerk, Robin Neumann, Maren Steenbergen onder andere. Zij zwommen die limietproef met Esmee Vermeulen. Een Nederlands record op deze 4x200 meter vrije slag hier nu aan de leiding. Baan nummer 4, Femke Heemskerk. Zij is de Nederlandse recordhoudster op deze afstand. En zwemt ondertussen, traint ze in Frankrijk om haar zelf voor te bereiden op de Road to Rio. Het doel, die Olympische Spelen van dit jaar in Rio. Haar tijd nu 56,73. Dus een hele mooie opening van Heemskerk. En daar kijken we naar, want dat is 23/100ste onder de tussentijd van het Nederlands record op 100 meter. Hele mooie opening van Heemskerk. We kijken naar de tijd van Maarten Steen. 58-17, dat zit iets boven de tijd van gisteren toen ze dat nieuwe Nederlandse record jeugd schon. De Nederlandse record jeugd zet nu tot 1-57-95. Maar kijken naar die tijd van Heemskerk op 150 meter en dan zien we 1-26-35. Dat is iets boven de tijd van het Nederlandse record, maar het is een halve finale. Morgen dus die finale hier in Eindhoven. Morgen dus die 4-200 meter vrije slag individueel en Femke Heemskerk ligt hier in die halve finale. In ieder geval ruim aan de leiding. Esmee Vermeulen in baan 5 op tweede positie. Marit Steenbergen in baan 3 op derde positie. Maar Femke Heemskerk hier, zij tikt als eerste aan. En een mooie tijd hoor, 1:56-61. En 1:56-61, dames en heren. Allemaal was een zwemtje opnieuw. De limiet voor Rio de Janeiro. Dames en heren, dan zijn we het zwemmen ten einde. Dan roepen we de medaillewinnaars op voor de Nederlandse kampioenschappen. Willen zich melden bij de voorstart.